De ZSM van zaterdag 13 juli. Morgen is de EK-finale. Dus een perfect moment om met onze dataman Bart Vrouws even door te nemen hoe dit EK nou was. Een hele goede morgen, Bart Vrouws. Goedemorgen, Sjoerd. Hey, uh, vind jij het ook zo schandalig dat u UEFA een toernooi geeft, georganiseerd in de herfst? Nou, daar lijkt het wel op, hè? Ja. Kun je het horen eigenlijk? Want het is behoorlijk aan het regenen. Ja, als, als ik mijn ogen een beetje dicht doe uh, en echt heel erg luister, dan hoor ik wat getik tegen de ramen in Nijmegen, maar verder ja. niks. Er zijn mensen die er heel goed op gaan, hè? Dat, is dat ASMR, heet dat volgens ja. mij? Ja, dat, dat sowieso. Hoortje jam op, uh, openmaken en dat soort dingen. Hele YouTube-kanalen, ook... toch? Ja, en als podcast heb je, uh, van, van, als je sleep invoert, uh, dan krijg je allemaal van die uh, regengeluiden, watervallen en uh, heerlijke slaapvallen. Misschien doen mensen dat wel bij ons, hè? <laughs> ja, dat nou, onze, ja, bij al die cijfers in slaapvallen. Nou, dat zou goed kunnen. Nee, oh, <laughs> laten we hopen nou ja. van niet. Even een bekend, is aan het begin van deze zetten, maar uh, ik val vaak als ik in mijn eentje slaap met een podcast in slaap. Hè? Timertje aan. Ja, oké. Okay. Nee, dat Heerlijk. snap ik. Ik dacht, ik dacht even dat je ging zeggen: ik luister oude journalistiek terug. <laughs> om in slaap te vallen. Maar dit, ja, sowieso, ja. maar ik luister terug, maar niet om in slaap te vallen. <laughs> oké, okay, gelukkig. Om, om weer zin in het leven te hebben. Elke ochtend, elke middag, elke avond van de dag. Hey, um, was dit nou een goed EK-part? Daar heb ik mijn hoofd over zitten breken de afgelopen dagen. Jij ook? Of niet dat je denkt: van, hebben we nou naar goed voetbal zitten te kijken? Ja, ik, ik heb even teruggedacht. En, en vooral um, bedacht: van... Ja, ben ik er nou klaar mee? Of, of uh, had ik nou gehoopt dat het door zou gaan? Zeg maar? Dat vooral. Oh ja, dat is ook een goede vraag. Ja, ik zit dan meer in het idee, naar het idee van: uh, is dit nou goed voetbal? Hebben we een, een leuk toernooi gehad? Um, ja, ik, ik denk dat er zijn best wel veel mensen die zeggen: ja, het, het was wel vermakelijk, maar hebben we nou echt goed voetbal gezien? Als je het vergelijkt met clubvoetbal, waar trainers alle tijd hebben om alle patronen erin te slijpen en dat soort dingen, ja, dan zit je met landenvoetbal naar een slap aftreksel te kijken. Maar ik denk als je puur kijkt naar dit toernooi en dat ook vergelijkt met andere jaren, dat het best wel goed voetbal was en dat ook de mindere goden, kijk, je hebt nu 24 deelnemers: uh, Albanië, Georgië, om er een dwarsstraat te noemen. Misschien is Schotland een beetje een uitzondering, maar dat eigenlijk alle landen best wel goed kunnen voetballen. Um, dat, dat zie je ook terug, ik begin nu te ratelen met al die cijfers. Als je, als je kijkt bijvoorbeeld <laughs> naar, uh, naar de, hoe enorm hard het aantal pasers per wedstrijd gestegen is door de jaren heen. Uh, begin van deze eeuw uh, lag dat nog ongeveer op 800 per wedstrijd. Nu zitten we, net als in het vorige toernooi, op 950 per wedstrijd ongeveer. Ja, dat is enorm gestegen en dat komt ook omdat er nu twee ploegen tegenover elkaar staan. Die durven te spelen, die durven te voetballen in, in veel gevallen. Hè. Nogmaals, uitzonderingen daar gelaten. Um, maar, maar je ziet dat ploegen uh, comfortabeler zijn aan de bal Paasnauwkeurigheid was nog nooit zo hoog op een EK als dit jaar met 86%. Ook in de laatste 30 meter, waar het toch allemaal wat krapper wordt. Daar, daar wordt ook nog uh, uh, ja, heel zuiver gepaast. Dus, uh, en, en misschien wel het mooiste voorbeeld is dat je... Nou, je had Roemenië en Slovenië. Nou, die, 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 zijn, die waren niet zo goed. De Roemenië ging wel eens groepshoofd door. Uh, maar uh, voetballend was het niet heel indrukwekkend wat ze lieten zien. Maar zelfs met de paasnauwkeurigheid, de lage paasnauwkeurigheid die zij hadden... Daar zouden ze... Uh, nou, ja, dat, was, dat was het gemiddelde, toernooi gemiddelde uh, aan het begin van deze eeuw. Dus je ziet dat, de heel, dat dat hele riedeltje opschuift. En dat eigenlijk alle ploegen best wel goed kunnen, kunnen voetballen. In ieder geval in balbezit. Dus eigenlijk wordt het allemaal over de bank genomen veel beter het voetbal. Alleen misschien ook daardoor wel saaier. Ja, het, het is een soort, ja, hoe noem je dat? Een pep guardiolalisering. Ik, ik, ik heb me met deze met die, <laughs> die term gecoind. Ja. Van, dat, je, dat iedereen gewoon uh, lekker aan het rondtikken is. Uh, maar dat iedereen ook best wel goed defensief georganiseerd is. Je ziet het, alle ploegen spelen redelijk verdedigend, ook vaak met de linies dicht op elkaar, moeilijk doorheen te voetballen. Um en daardoor mis je, denk ik, daar heb ik ook mijn hoofd over zitten te breken. Denk ik een belangrijke funfactor. Ik las ook een column van Willem Vissers die zei: van... Waar is de dribbelaar gebleven? Waar is degene gebleven die een actie maakt, een ruimte daardoor openbreekt? Um, nou, dan zat ik te kijken naar die, naar die dribbelcijfers. En ook sinds uh, de afgelopen, uh, dit is het derde toernooi met 24 deelnemers, waarvan je zou kunnen zeggen: Nou, er zitten een paar zwakkere broeders bij. Um, maar het, het aantal dribbels wat wordt ingezet, is al jaren op, op hetzelfde niveau. 31 per wedstrijd. Alleen wat je wel ziet, is dat dit jaar, en nou ja, ik wil niet zeggen historisch, maar echt een bijzonder laag percentage slaagt. In, in 2016 was dat nog 56%. Daarna, in 2020, of euro 2021, 2020, hoe je het wil noemen, ging het naar 52%. Nu 46%. Dus ik denk dat dat ook een deel ja, deels te maken heeft met ja, gewoon hechte defensies, goed georganiseerde ploegen. Uh, kun je het aanvallend uh, en, en voetballend niet, uh, niet, niet bolwerken tegen, noemen, uh, tegen Spanje? Dan la laat je de linie kort op elkaar spelen en komen er in de counter uit. En dat zorgt ervoor dat je een beetje die funfactor mist van de dribbelaars waar je naar zo'n toernooi, ja, daar kan je van genieten, toch? Ik heb genoten van Kwaratschkelia, van Doku. Die staan hoog in die lijstjes. Mbappé, Bellingham en Dembele ook. Hoog in die geslaagde dribbellijstjes. Alleen het is lang niet zoveel. Ook wel een paar Spanjaarden inderdaad. Maar het is lang niet zoveel als een paar jaar geleden. En ik denk dat dat de consequentie is van dat ploegen beter georganiseerd zijn aan zo'n toernooi. Dat er gewoon wat minder spektakel is en dan kun je zeggen: Het is wat, wat saaier, inderdaad. Ja. Wat zouden we er als, als landen nou aan kunnen doen? Uh, ja, meer aanvallers opstellen of meer de lange bal spelen om, om het wat minder saai te laten worden? Of is dit gewoon een trend die door gaat zetten, denk je uh, qua Pasing? Maar nou, ik denk dat dit gewoon een trend is die door blijft gaan. Dit is de, dit is, nou ja, in ieder geval voorlopig, want dit is het voetbal wat je nu ziet en wat je, wat trainers een beetje proberen na te bootsen uit het clubvoetbal, waar je nogmaals veel minder tijd hebt nu, uh, in, in, ja. in, 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 met landenvoetbal, om dat helemaal perfect te doen. Ik zou, ik ben heel nieuwsgierig wat er zou gebeuren als Manchester City zo meteen tegen uh, een, een gemiddeld EK-land speelt. word worden volgens mij he helemaal, helemaal schil getikt, uh, zo'n zo EK-ploeg. Juist omdat die automatismen uh, bij zo'n uh, bij, bij zo topteam er veel beter in zitten. Ja. Hey, het, ik vertel niks nieuws en niks speciaals, maar het is wel grappig om erover na te denken wat, uh, hoe het dan kan dat je, dat je misschien minder geniet van, uh, van het voetbal op dit toernooi. En dat je denkt, nou, laat de competitie maar weer beginnen. Ja, het enige wat Nakosman ook probeerde is wat spelers bij elkaar te rapen die bij dezelfde ploeg speelden. Misschien moet je daarop hopen dat bij Italië zoveel mogelijk mensen, of in die top drie spelen, in Nederland ook wat meer. Bij de traditionele troep die gaan spelen, dat je wat meer patronen kan hebben, dat er dan wat meer dribbles ingezet gaan worden. Oh ja. Dat het, ja, moeten, we alle, moeten we misschien alle hoopvesten op Erik Den Hag, die allemaal Nederlanders <laughs> ja. naar je naart is. Misschien dat dat ja. dan de oplossing is voor 2026. 20. Maar... Nee, 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 maar dat zou, dat zou nog wel kunnen. Ja. Nee, maar dat ja, is ja. altijd het geval. Hè. Dus als je, als je een, een basis hebt in een nationale ploeg die bestaat uit spelers die ook al met elkaar spelen op, op clubniveau, ja, dat gaat een stuk makkelijker. Ja, zeker. Dus hey, ook wat minder goals, hè? Uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. De groepsfase dachten we ervan niet. nou Zeker in die eerste, um, die eerste speelronde, de groepsfase, ging het echt hard. Daar ja. hebben we het toen ook over gehad. Het idee van, nou, als je één wedstrijd wint, sta je met anderhalf been in de volgende ronde, dus gooi het in de eerste wedstrijd maar open. Dan zag je daarna echt enorm kelderen. Um, we zitten nu op uh, 2,3 goals per wedstrijd, ongeveer. Uh, het was deze eeuw maar één toernooi met minder doelpunten gemiddeld per wedstrijd. Dat was Euro 2012. Dat was ook een afschuwelijk toernooi. Zeker vanuit Nederlands ja. opzicht. Ja. Um, en als je het vergelijkt met vorig toernooi, dan had bijna een half doelpunt minder per wedstrijd. vind ik toch best wel fors. Kijk, da wel daar voorst, vlogen alle ja. ballen erin. Dat zag je ook aan de schotconversie en dat soort dingen. Die lag echt onrealistisch hoog. Alleen je mist nu toch uh, een, een heel aantal doelpunten. Ook omdat ik denk ik wat, wat van de toppers mis. Heb je dat niet? Dat, je, dat de ja. echte, de, 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 de helden van Waleer en, en nou ja, Mbappé, Ronaldo, dat je die een beetje mist? Het scheelt toch wel uh, zo'n acht goals denk ik toch. Als Mbappé echt in bloedvorm was en, en Ronaldo uh, normaler had gepresteerd. Ja, ja dat, dat, dat sowieso al. Um, en ja, en daaronder hoeveel, hoeveel echte spitsen heb je ook nog. Hè? Het, het, het sterft ook een beetje uit zoals Duitsland Kai Havertz opstelt. Ja, ja nee, dat daar klopt. kan je niet veel van verwachten, misschien. Nee, nee dat is, kijk, als je, ik, heb, ik heb het nog uitgerekend. Als je nou ja, uh, strafschoppen buiten beschouwing laat, uh, dan kijk je naar de, 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 de wondersterren van Waleer van en ook van nu Mbappé. Niet afschrijven, alsjeblieft. Uh, Mbappé, Ronaldo, uh, spelers met de meeste schoten zonder te scoren. Als je penalties even wegdenkt. Uh, maar als je ook andere spitsen neemt, Havertz van Duitsland, uh, Lukaku van België, uh, Mitrovic, die was al goed voor heel veel goals, uh, spits van Servië. Ook dit toernooi niet gescoord. Uh, zonder, uh, zonder pingels. Uh, Hooi Lewandowski. Als je die namen die ik net allemaal opnoem. bij elkaar optelt. de schoten. kom je uit op 94. Niet één doelpunt gemaakt. zonder strafschoppen. Bizar. Ja, dat is toch bizar ja. of niet? Ja, en bij alleen die pingel natuurlijk. Hè? Ja. ja, klopt. Ja. Ja. Nou ja, Lewandowski maakte een penalty. Uh, dus ja. kijk, de buitenkantjes krijg je altijd. Uh, in zo'n toernooi wel een, wel een keer. Alleen. het uh, ja, is toch wel veelzeggend dat de, dat de spitsen. Uh, niet echt ge gepresteerd hebben wat je misschien had gehoopt. En dat je ook niet echt. Uh, ik kan niet echt een uitblinkende spits noemen, dit toernooi. Uh, behalve als je dan meer naar de culthoek gaat. Met, die met kunt die dat uh, nou ja, die kan je dan noemen. Uh, dat ja. waren ook twee strafschoppen, volgens mij, die, die, die er binnen heeft uh, geschoten. Hij was ook meer ja. in een soort 4-2. Uh, niet echt een echte nummer 9. Uh, ja. kun goed, je, kun je, dat zou je wel kunnen argumenteren dat die 9 is. Maar meer als je kijkt naar de echte spitsen, dan, uh, dan niet echt. Ja, je, je kunt een beetje van de culthelden genieten. Uh, Weghorst, Voelkoek, uh, daar heb ik wel in, op een andere manier. Hemel, die ja, ook die, ook, die, ja, ja, nee, ook nog, ja, daar heb ik wel van genoten. Alleen je mist ja. toch, je mist toch de. Ja, waar zijn de, waar zijn de, de, de van Nistelrooys? Ik, ik, ja, ja. ik zat laatst nog te denken: wat zou er gebeurd zijn als Huntelaar wat later was geboren? Die, zat nu, die, die, die is bijna topscorer van Oranje geworden in een of, tijdperk waarin ja. hij heel veel concurrentie had. Was hij wel opgeroepen? Want het nu? is wel een heel ander voetbal. Natuurlijk. Ja, ik, ik bedoel niet, ik bedoel, uh, ik bedoel als hij in zijn prime was nu. Hè? Niet ja, dat, ja, okay, dat ja, hij nu echt nog. Prime, prime. Nee, nee, ja. nee, klopt. nee, ik bedoel meer <laughs> van: uh, zou hij nog helemaal renderen in het voetbal van nu? Dat bedoel oh. ik. Of denk, ja, dat lijkt me ja. toch wel. die kun je er ja. goed bij hebben. Kijk, ja. Depay, dat is onze spits. Eén doelpunt gemaakt. Ook veel schoten, ja. hè? Maar ook daar kwam, kwam weinig gevaar uiteindelijk vandaan. En ook echt een gemaakte spits. Uh, wat je dus wel uh, vaker ziet, inderdaad. Ja. Uh, nou, maar ja, geen... Misschien bij Spanje nog, hè. Morata is wel echt een spits. Ja, nou, maar uiteindelijk is er geen enkele speler die meer dan drie doelpunten nu heeft, nu, ja. nu heeft gemaakt. Misschien Morata iemand... kan er nog bij komen, natuurlijk. Ja, ja als, hij, als maar... hij uit zijn slof schiet. Dan, dan ja. zou dat nog kunnen in de finale. maar. Ja. Dat zou kunnen, ja. Ja, ja, ja maar jammer. vind je het jammer dat dat, uh, dat zo verandert? Of, of gaan we daar misschien wel helemaal naartoe? Dat, dat die spits ja, sowieso iets uit de spits gaat uh, spelen? Meer aanspeelpunt bij het middenveld komt? Nou ja, dat hoort ook bij het voetbal van nu. Uh, ja. En dat je zo'n type, type spits hebt. Dat je niet de klassieke nummer negen meer uh, misschien weer in de spits zet. Nou ja, België doet het wel met Tokako. Maar Duitsland met Havertz is dan weer een, een iets ander type. Uh, ja, misschien is het ook wel gewoon een, een gevolg van, van deze generatie lichting. Uh, misschien moeten we daar niet al te veel achter zoeken. Uh, maar ja, ja. Ik, ik vind het wel jammer. Ik, ik kijk al graag naar zo'n uh, zo goede bonkere spits die er een paar ballen inschiet in zo'n toernooi. Ja, ik had, uh, het was een beetje een running gag tussen mij, uh, Pieter Zwart, over Voelkroeg uh, en uh, Havertz. Dat ik het een beetje uh, natte vaathoek vind. Havertz. <laughs> en Voelkroeg, uh, en de uh, power brengt uh, die Duitsland misschien wel verder had gebracht. Dus ik ging nog even vergelijken aan met de vorige wedstrijd. Maar ja, uh, die wedstrijd ervoor was Havertz best prima. Ja, ja. <laughs> dus, we, we hadden allebei gelijk. Maar inderdaad, ik hoop wel dat uh, de echte bomber. Helemaal uh, terugkeert. Hey, um, je hebt nog um, over spelervattingen. Nou ja, we hadden het over Ronaldo. Die heeft uh, een stuk of zes naar de maan geschoten of zo. Nou ja, dan moesten ze echt bukken daar. In de ISS <laughs> hebben ze hem langs zien vliegen, denk ik. Ja. Nee, dat was niet best. Met, want Voornamelijk dan directe vrije trappen. Simpelweg omdat je dan gaat kijken van wat heb je dit toernooi gemist. Wat je op voorgaande toernooien dan wel misschien ziet. Uh, nou, Directe vrije trappen, een doelpunt daaruit. Uh, dat, is, dat is iets wat we niet ge, nog niet gezien hebben. Laten we de alle hoop vestigen op de finale dat dat dan gebeurt. 45 pogingen, niet één raak. Uh, Ronaldo in zijn eentje goed voor zeven van die pogingen. Die schoot ze letterlijk vanuit alle hoeken en standen. Probeerde ze binnen te schieten, wat niet goed ging. Hij staat nu op één goal op EK's en WK's uit directe vrije trappen. Uit 61 pogingen. <laughs> dat is terug ja, hè. Ja. Jongen, jongen. Ja. Maar al maken natuurlijk heel veel ploegen bijna geen vrije trappen. Dus bij hem ligt wel heel erg het groot gas erop. Maar dit was wel echt schandalig. Want ja. er waren nou ja, allemaal andere specialisten zeker, die het konden. Zeker. Nee, en, en hij heeft bewezen dat hij een geweldige pegel in zijn voeten heeft. Hij heeft, ja. er, hij heeft er echt meer dan genoeg gemaakt. Alleen op, het, is, het is meer en je, treurig in die zin van op eindtoernooi. Het, het lukt steeds maar niet. Hij maakte die hele mooie goal op het WK van 18 tegen Spanje. Uh, ook een belangrijke was dat. Um, maar, maar verder is. Het zijn zo vaak losse vlonders En ook dat je er nu achter gaat staan... en dat je denkt, deze ligt beter voor een linksboot. Er zit er genoeg, genoeg talent in die selectie van Portugal. Laat iemand anders hem een keer nemen. Um, dat moet je wel zeggen. Er worden ook minder overtredingen gemaakt. Dat zag je op vorige EK ook al. Toen was er ook maar één doelpunt uit een directe vrije trap. Die werd door Denemarken uit mijn hoofd gemaakt... tegen Engeland in de halve finale. Um, Toen nooit daarvoor waren het er vier. Dus het... het het is, het is niet dat het, uh, dat het uh, zoals het nu buiten doet, regent uh, aan, uh, aan directe vrije trappen en doelpunten eruit. Alleen ja, is dat er nul uit zijn gemaakt, dat is ook weer zoiets. Dat, dat de echte specialist niet is opgestaan. Ja, en uh, het sluit ook wel aan op uh, het verhaal van de spits, hè, dat er ook nog uh, ja, minder kopdoelpunten waren. Ja, nee, dat vond ik ook opvallend. Ook afgezet tegen het totaal aantal doelpunten was het nog nooit zo weinig dat er gescoord is met de kop. Uh, uiteindelijk nu staan we op 18. Vorige EK waren het 27. Toen werd er in het algemeen ook meer gescoord. Alleen ja, het is nu relatief erg weinig dat er, uh, dat er met het hoofd uh, uh, gescoord wordt. Terwijl er best wel wat voorzetten worden gegeven. Eh, niet altijd bij Oranje, ook niet altijd even succesvol. Alleen bij, uh, over het algemeen worden er een stuk meer voorzetten bijvoorbeeld gegeven dan tijdens het afgelopen toernooi. Ook dat heeft tegen een beetje te maken met welke ploegen zich kwalificeren en uh, nou ja, op, op zo weinig wedstrijd ook in, in uh, game state... Als het, ...als het spannend wordt... ...en hup, gooi ze er maar in. Dus de, het, is, het is niet uh, per definitie... ...helemaal één op één te vergelijken... ...zeker als er maar 51 wedstrijden wordt ge, worden gespeeld... ...in zo'n toernooi. Maar ik vond het wel opvallend... ...dat, het, dat ook hier de, de, nou, de echte... ...de echte kophelden... ...een beetje ombraken. Ja. Hey, voor mij waren denk ik Duitsland en Spanje... ...de leukste ploegen van het toernooi. Uh, hoe zit dat bij jou? Uh, ja, ik zou het ook Spanje zeggen. Du Spanje. Du Duitsland van jou ook? Ja, ik vond best ik ja? wel leuk spelen. Ja, die eerste, ja, die, die, ja, misschien was die groepsfase vertekend een beetje... omdat het niet geweldige tegenstanders waren. Maar uh, ja, vanaf die eerste wedstrijd wel uh, vermaakt. Ik vond het wel mooi voetbal. En het leek inderdaad een beetje op clubvoetbal. Dus ja. dan, dan is het al iets meer genieten. Ja. Maar, wie, wie was uh, de grootste teleurstelling voor jou? Uh, België. Uh, de, uh, Kroatië. Hey, of... Kroatië? Ja, ja dat <laughs> voelt wel geleden. Ja, dat voelt <laughs> ook een eeuwigheid geleden. Maar ik denk, als ik dan echt eentje moet kiezen... dan, uh, dan toch Portugal. Daar had ik, daar had ik echt... Ik, van tevoren uh, moest, maakte ik voor het blad de, van, die, van die korte line-ups. En dan maakte ik een verhaaltje bij van nou, deze spelers zouden ze op kunnen stellen. Heerlijke selectie eigenlijk. Oh man, toen zat ik echt ik zat te kijken van hoe, dit, dit is een wereldploeg. Wat een, een talenten, wat een sterren zitten er in dat elftal. Hoe gaan ze dit aanpakken? Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Diaz, uh, Leao. Om Snelheid, even. kracht, flair. Alles. alles zit erin. Alleen ja, dan heb je een bondscoach die eerst de, de, de gouden generatie van België om zeep heeft geholpen. En, en nu... <laughs> Een beetje gechargeerd. Ja. Uh, of misschien ook niet. Nee, het klopt ook wel. niet. klopt ja. misschien ook wel een beetje. Ja, ja. Uh, en, en dat hij nu. Uh, ja, ik vond eigenlijk dat hij niet echt een keuze durfde te maken. Uh, door bijvoorbeeld Ronaldo uh, alleen maar op hem te gokken. Volgens mij noemde Pieter het een soort casino-voetbal. Dat je al je fiches op CR7 zet. En dan hoop maar dat dat, uh, dat, dat wieletje gaat draaien. En dat was ah, een op keuze komt. natuurlijk. Wat dat betreft, toch? Hij heeft wel echt die keuze gemaakt Ja, nee, als je het zo kijkt... Ja, <laughs> ja. nee, dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar ik ja. doe meer een harde keuze dan. Dat je op een ja. gegeven moment zegt van... Het is nu leuk geweest. Want dat deed de bondscoach tijdens het vorige uh, WK in, in Qatar wel. Uh, die gaf op een gegeven moment die Gonzalo Ramos de kans. Die schoot de prompt in de, in de achtste finale tegen Zwitserland. Schoot hij er een hattrick binnen toen hij voor het eerst in de basis stond. Nou. Oh. Dat was een lekkere binnenkomen. Uh, ja, die, die, ik vind Portugal met hetgeen wat ze hebben... Als je dan ook naar die wedstrijden kijkt... Uh, tegen Tsjechië in de, in de laatste minuut met de hakken over de sloot gewonnen. Nou, Turkije was een goede pot. Uh, ook al een beetje omdat Turkije toen een, een redelijke chaos was. Die derde wedstrijd tegen Georgië hebben ze compleet laten lopen. En daarna twee keer 0-0. Ja, dat is ja, niet veel. Nee, nee. <laughs> nee. Dan zijn we in Nederland uh, kritisch. Maar ja, mijn Portugees is niet zo goed. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe kritisch ze in Portugal zijn op, dit, uh, op, dit, op, dit, op deze prestaties. Ik vond Slovenië wel het allerergste, moet ik zeggen. Ja, nou, niet? Dat, was een hele, dat was een waarloze pot. Ja. Daar, daar gebeurde gewoon niks. En, en ja, Ronaldo nam wel zijn verantwoordelijkheid op zijn manier. Maar uh, ja, goed. En, en, en dat beeld natuurlijk ook van Ronaldo. Dat hij daar zo uh, zat, terwijl de trainer me toesprak. <laughs> daar heb ik echt heel veel stickers van gemaakt zelf, persoonlijk. voor is <laughs> iconisch iconisch EK-beeld. Ja, ik <laughs> stuur hem maar door. Het, ja, ja? oké, okay, dat is goed. <laughs> daarvoor was het wel mooi. Maar uh, ja, verder natuurlijk niet. Ja, uh, zou een andere kan er echt meer uithalen, denk je? Want uh, ja, dan, dan moet je echt beginnen met Ronaldo uh, uh, eruit bourgeoiseren. Uh, ja. Invaller of zo, of als spits uh, dat, dat hij daar mag blijven staan op zijn eilandje. Ja, het zal toch ook een keer goed zijn om Peppe een keer, uh, een keer de deur te wijzen. Ja, dat moet nu wel. Speelde maar... geen slecht toernooi. Hè? Hij ging in de nee. wedstrijd tegen Slovenië, dat hij in de, in de uh, ja. verlenging lelijk, uh, ja. lelijk in de fout ging. Hij wordt eruit gelopen en herstelt het dan geweldig. Dat, dat is nu een beetje wat hij doet. Ja. Nou ja, maar tegen Slovenië werd hij gered door de keeper. Ja, nee, en er komt ook een tijd dat hij het ook niet meer kan herstellen. Nee, dat is wel nee. dichtbij, denk ik. Nou, dat, nou dit is redelijk dichtbij. Dat was voor, <laughs> ja. voor veel mensen was dat vijf jaar geleden al, uh, al het geval. En ik vind het ja. knap dat hij nog staat, hoor. Hij heeft, ge, hij heeft geen slechte noor gespeeld, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Alleen ik vond ja, dat, je, dat je, het is tot ja, een beetje armoedig dat je hem daar nu neer moet zetten. Ja. En ik had toch iets meer verwacht van die, van die supermix van talent en, uh, en, en gearriveerde spelers. En, nou ja, Ronaldo, het meest veelzeggende. Uh, 23 schoten, geen enkele goal. Uh, op te houden, die cijfers bij sinds 1980. Dan is er slechts één speler met meer schoten op een EK een keer zonder te scoren. Dat was Deco in 2004. Uh, die had er 24, dus het, het scheelt er ook maar eentje. Maar ja, ik vind dit echt pijnlijke cijfers. Ik had hem ook wel gegund hoor, wat je hem ook van hem vindt. Uh, die, hij, ja. hij heeft nu het record gepakt met de meeste assist uh, in, uh, in EK-historie. Maar hij had de oudste speler ooit kunnen worden, bijvoorbeeld met een doelpunt. Nou, dat is naar uh, Modric gegaan uit mijn hoofd. En uh, die heeft hij niet gepakt. Ja, ik, ik had hem dat record ook nog wel gegund, maar uh, het was niet genoeg. Ja, niet ik, genoeg. ik vrees er toch een beetje voor dat hij er toch weer bij is in 26. Nee joh, uh, echt waar? Ja, ja, hij had het altijd niet uitgesloten. Hij zei: Dit is mijn laatste EK. Dus dat, als hij nee, dat dan klopt. het niet uitsluit uh, en dezelfde Bondscoach blijft, uh, dan is Ronaldo eigenlijk toch weer de Bondscoach. Dus dan speelt hij <laughs> toch. Ja. Maar ben een beetje doorselecteren kunnen ze echt uh, wel hoge ogen gooien weer op een WK. Hè? Ja, maar uh, absoluut. Maar dan had dit er nooit gekund? Ja, er is iets geweldigs van te maken. Ja, 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 en ik, ja, sowieso op basis van het Volkslied, gun ik ze al heel veel. <laughs> dat vind ik vind het echt een vet Volkslied, hè? Maar ja, ja, goed. Ja. We zien wel af. Ja. Er gaan twee andere volksliederen klinken. Eentje zonder tekst, trouwens. Dat is bijzonder, hè? Dat ja. is ook, ook zo'n feitje. Zoals Asensio Willemsen met een Nederlandse. En Jamal 16. En in 1988 Ho -ho. werden we kampioen. Hij is jarig Bijna, vandaag. Ja, hè? Ja, ja, hij is van de jarig vandaag. Hey. Gefeliciteerd, Jamal. Namens de hele redactie van ZSM. Ja. 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 ja, dat is beroepsdeformatie de, Al die termen door elkaar. Maar goed, de finale. Wat verwacht je ervan, Bart? Nou, het is in ieder geval een bijzondere wedstrijd. Want je gaat dan kijken, twee toplanden tegen elkaar. Dan denk je, die zullen vast wel heel vaak op een toernooi tegen elkaar gespeeld hebben. De laatste keer was een 96. Zo. Dat, is, dat is lang geleden. En dat de was keer één. Nou moet je nagaan. De keer ja. daarvoor was een 82. Uh, dus op een op een eindtoernooi. Dus dat is best wel lang geleden. In 96 won um, Engeland in de kwartfinale na strafschoppen. Uh, Southgate toen een hele wedstrijd gespeeld bij de Engelsen. Nu bondscoach dus. En, um, uh, nou ja, daarna ging het fout. Want daarna, in de volgende ronde, uh, miste Southgate. want In deze wedstrijd nam hij geen pingel. Uh, in de serie. In de volgende wedstrijd wel. In de halve finale. Toen vlogen ze eruit. Um, maar dat maakt hij nu ruimschoots goed, hè? Die ja. door, eet door ze weer naar de, naar de finale te loodsen. Als je kijkt naar die voorspellingen, dan is Spanje wel de favoriet. Ik zat ook even te kijken naar die uh, bookmakers en Opta doet dat. Opta heeft volgens mij de 60% kans Spanje. En als je puur kijkt naar uh, die ploegen tegenover elkaar, wat ze dit toernooi gespeeld hebben, dan kan ik me er wel inkomen, toch? In die 60%, jij ook? Ja, 60% is wel mooi, ja. maar 40% ja. is alsnog een vrij grote kans. Ja, nee, zeker, groot. zeker. En, en jij uh, je hebt het natuurlijk gewoond, Bart. Uh, je, je kent ze een beetje. Uh, <laughs> staat dat dat nou gewoon weer in de fik, ondanks dat uh, ja, de bier werd gegooid. Uh, Southgate uh, moest opbrotten eigenlijk, waar het op neerkwam. Ja, ja. En de jongens, uh, ik heb dan even met jongens die uh, ook tijdens de wedstrijd en, uh, en na de wedstrijd met oud-collega's daar in Engeland. Ja. ja dat is gewoon uh, dat is gewoon weer gekkenhuis daar. En ik wel mooi hoor. Ja, ik was er. Ik met 2018 uh, het WK heb ik daar ook uh, veel wedstrijden gekeken. Ja, dat was genieten. Uh, die sfeer en. Uh, ja, ik zou zeggen, als je nog kan, last minute boeken. <laughs> Ga naar Engeland toe. Ondanks dat je ook een kans hebt, als ze verliezen, dat ze de tent afbreken. Maar nou ja, echt een fantastische sfeer om dat mee te maken, zo'n toernooi daar. Ja, ja, dus, dus, ja, dat leeft natuurlijk wel. It's, it's coming home. Um, maar is die kritiek dan helemaal verstomd? Nou, nee. Nee, en, 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 dat niet. Maar ja, je kunt... Je kunt dat is een beetje wat, bij, wat je bij Oranje ook hebt. Daar hadden we het van de week in, uh, in rondje Oranje ook over. Van Nederland heeft niet echt een goed toernooi gespeeld. Alleen ja, je staat wel in de halve finale. Wat is dan, ja. wat, wat slaat dan, waar, waar slaat de meter dan, dan naar uit? Hè? Naar links uh, uh, te stop of rechts? Ja. Het, was, het, het leek nergens op en wat moeten we hier nou mee? Uh, over en, tien en... jaar blijft die halve finale staan. Ik denk dat het is. In deze waan van de dag zitten we nog wel. Het was niet fantastisch, maar dat vergeet je langzaam, denk ik. Ja, al kan je ook zeggen, omdat je, want dat had ik dus, en ik vroeg het ook aan de andere jongens aan tafel. Hebben jullie nou iets waarvan je, als we het nog even naar Nederland trekken, als je over dit toernooi nadenkt, wat je voor eeuwig bijblijft? Wat beklijft. Ja, dan kom je op grakpo. Ja. Ja, veel verder kom je misschien Nee, maar ook geen uh, moment of een, of een doelpunt. Kijk, want als we het nu weer naar die finale trekken. Als je denkt aan die Engelsen. Kijk, stel zij verliezen die finale. Uh, ja. Zo'n zo toernooi met een finale blijf je altijd bij. Ik zal ja. altijd uh, 11 juli 2010 blijft in mijn geheugen. gegrift gaat er nooit ja. meer uit. En elk jaar denk je aan die teen. Uh, en dat zullen de Engelsen ook hebben. Maar stel dat ze in de halve finale waren uitgeschakeld. Dan hadden zij bijvoorbeeld nog altijd die, die omhaal van Bellingham in de 95ste minuut. Dat ga je nooit meer vergeten. Ja. Maar al hadden zij dan ook niet echt een topland, uh, natuurlijk uitgeschakeld. Dat hebben wij dus ook al heel lang niet gedaan. Dat mist wel een beetje hè, bij ja, ons. Nee, dat Op klopt. En, is ook van Koeman. Ja, nou, en, en je kunt zeggen inderdaad dat, dat de hele fase van Engeland ook niet, uh, niet je van het was. met nou, ja, de 95ste minuut tegen, uh, tegen Slowakije. Die, um, uh, die omhaal van Bellingham, ja, daar hadden ze een escape nodig. Uh, tegen Zwitserland was het niet best. Late goal, 80 e minuut. En nu dan die, die Olly Watkins in de, in de negentigste minuut. Het, het is steeds op achterstand. En steeds uh, hebben ze het weten weg te poetsen. Maar uh, briljant was het niet. En ook daarom denk ik dat Spanje al uh, wel de favoriet is. Ja, in een rondje EK, de, de andere live show op ons YouTube-account, ging het erover op, uh, ja, met Suleiman, Bas van Doven en uh, Matthijs Vechter. Over of Watkins moest spelen of Kane. Wat vind jij in die discussie? Oeh, jij? Ja, ik denk niet dat je om je aanvoerder heen kan in de, in de finale. Het zou wel, het, het wel extreem zijn als je je aanvoerder slachtoffert voor de finale. want je eigenlijke prijs en dan zit het op de bank. <laughs> nou, ook dat nog, ja. God, dat zou ook wat zijn. Telt ja. wel dan, natuurlijk. Nee, maar. en, het is, ja. en je, moet ook, je moet het ook zien dat je um, met die Watkins echt iets, iets anders kan brengen. Iemand die een loopactie kan maken. Ja. Zoals je nu, nou, zoals de Vrij nu, uh, nu zag. Uh, dat je. Dat je dat je extra nieuwe smaak hebt. Die je nog niet veel gebruikt dat dit toernooi. Watkins helemaal niet. En dat wil voor er je... vrij bij, bij blijven, dat moment. Ja, ja, ja nou, maar zo'n zo Watkins die, dan, die, die maakt dan waar in zo'n halve finale. wat hij die, wat die moet doen. Uh, volgens mij had hij één andere invalbeurt uit mijn hoofd. Dus ik zei net volgens mij dat hij Klopt. helemaal niet speelt, maar één andere invalbeurt. Ja. Amper balcontact in ieder geval. Maar hij brengt iets anders, diepgang. En Kane komt in de bal. Ik denk dat je daarmee prima kan starten, ook tegen Spanje. Alleen, uh, alleen ja dan is het wel lekker dat je, dat je een type als Watkins, en nog veel meer trouwens, hebben. En een bank waar, uh, waar nog meer goede spitsen op zitten, dat je die nog kan brengen. Ja, even wacht jij weer in de finale die traag op gang komt, uh, met wat spanning. En uh, dat je toch even de boeien opneemt en uh, ja, de rem erop houdt die eerste helft. Ja, ik zit even te denken op de, de, de voorgaande finales. Nou ja, die in, in de vorige finale begon voortvarend hè, in de EK-finale. Want toen schoot Engeland uit de startblokken met die vroege goal. Um, ja, ik vind dit zo'n een moeilijke voorspelling. Wat je wel kunt voorspellen is dat, uh, dat het een hele saaie uh, uh, halverwege de tweede helft wordt. Maar dat is bizar. Ik, ik, zat naar die, ik zat van de week te kijken naar die statistieken van, van wanneer schieten ploegen nou. Omdat, en dat was vooral met het idee van, uh, Engeland, die, die schoten op doel die ze hadden in de, in de fase kwamen steeds heel laat. Nou ja, nu in de tweede helft tegen Oranje ook maar twee doelpogingen. Tussen de 60 en de 75ste minuut, Engeland, het hele toernooi, drie schoten. Geen ploeg heeft minder schoten in die, in dat, in dat kwartier. En Spanje maakt in alle, als je de 90 minuten steeds in partjes van, de, van 15 minuten opbreekt, in elke, uh, kwartier. Um, uh, 17 schoten minimaal uh, Over het hele toernooi dan hè? Niet dat ze in één ja. kwartier 17 keer schieten <laughs> Maar uh, ja. in, in al die wedstrijden samen En dan in, dit, in dat halfwege tweede helft 60 en 75 minuten Zes schoten ja. Het is alsof ze ja. allebei een soort pauze Of een siesta in, inlassen <laughs> Om even op ja. adem te komen En dan weer gaan vlammen Het is toch, het is toch absurd of niet? Ja, die, ik denk dat die, uh, die teksten van die bondscoaches... die speeches er nog in je hoofd rondmalen... En dat je bezig bent met je, met je opdrachten en je taken. Ja. En dat je daarna opeens weer denkt van... oké, okay, ik, ik ga er gewoon voor op, op mijn manier. Ja, nee, maar het is natuurlijk van die trivia waar je geen fluit aan hebt. Maar het is wel grappig om te zien dat er ergens een moment is in de tweede ja. helft... dat het gewoon een beetje stil ligt. Nou ja, als je dan toch moet plassen zometeen in de finale morgenavond. Of worstnijden. Ja, <laughs> worstnijden. Doe, doe het dan rond de 65e minuut. Ja, het zou toch prachtig zijn als er dan een doelpunt gemaakt wordt? Ja, of niet. Nou, als dat gebeurt... Uh, Ho, dan, hoop jij er dan echt niet op? Of, ja, euh... nee, maar dan mag je mij dat gifje twitteren of uh, sturen van, uh, van Ronaldo. <laughs> is goed, is goed. Hey, uh, wat verwacht je verder van die uh, finale? Want uh, nou ja, uh, je hebt in ieder geval bij Spanje twee dribbelaars die hoe dan ook welke minuut uh, uh, of uh, ja, als ze achter staan, gelijk staan, ze gaan wel gewoon dribbelen. Ja, dus dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken, toch? Ja, absoluut. Nee, ik kijk uit naar ik kijk eigenlijk uit, uit naar naar al die sterren van Spanje. Ik heb er zo van genoten, gewoon dat middenveld en dat alle puzzelstukjes nu in elkaar vallen. Oh, Rodri, die man, ze echt Rodri, een soort machine. Ja. Uh, Fabian Ruiz. Die, 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 die is, dat is gewoon een goede voetballer. Alleen ja. nu krijgt de hele wereld, dat nou is misschien wat gechargeerd, de heel Europa te zien hoe goed die is. Want ze spelen in Zuid-Amerika een ander toernooi. Misschien dat ze dan de, de blik niet echt op dit EK is. Met nou ja, Fabian Ruiz de meeste balleroveringen in het toernooi. Olmo, de waardevolle speler van het toernooi eh, qua goals en assists. Vijf in totaal. Had ik ook niet verwacht, want die kwam nee. ook een beetje ja met blessure. Van Pedri was volgens mij, kwam hij in het elftal. Eh, en die staat nou ook daar te ballen alsof die. Alsof hij de jaren thuis wordt en, en heeft echt de wedstrijd geïnjecteerd, hè? Van <laughs> ja. Ommo. ja, nee, ja. maar zo zou je het bijna kunnen noemen. Ook die aanname bij die goal in, de, in die halve finale, dat was ook fantastisch, hè? Zoveel enthousiasme, ook. ja ik, ik weet niet, je wordt echt vrolijk van, uh, van Dani Romo, maar sowieso wel van Spanje. Ik kan geen speler opnoemen waar ik uh, triestig van word. Ja, misschien af en toe Murata, die glazuitdrukking van hem, als die keer weer kans mist of op de grond ligt. Maar verder maakt alles je vrolijk, toch? Ja. Uh, ik zit even te denken, ja, ik ben geen heel groot fan van Cucurella, alleen, die, alleen ja, mm. zijn haardos, die de haardos maakt dan wel weer veel goed. Maar... <laughs> ja, dat zou je goed staan? <laughs> nou, dat denk ik ook wel, ja. ja. Die werd echt volledig uitgefloten, hè? Om, om dat, door, door het Duitse publiek leek het, of, ja. omdat hij hands had gemaakt. Maar ja, waarom word je, waarom word je daarop uitgefloten? Alsof je expres dan die handsbal hebt gemaakt, dat je ermee wegkomt? Ja, nou, nou ik benieuwd of ze zakken gaan uitfluiten dan. Ja, ja ook, ook iemand om uh, naar uit te kijken trouwens. Ja, 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 zeker, ja. zeker. En Jamal ja. natuurlijk, hè? Hij is nu 17, je mag wat van hem verwachten nu. Hij is nu uh, talent <laughs> af. Nee, flauw maar. Uh, nou, de meeste kansen creëert uh, Jamal ook nog eventjes om er een statistiekje in te gooien. Uh, ja, het is ook, ook, ook geweldig wat die wat gozer laat zien. Maar ja, dat is ook een soort open deur die nou uh, nog verder open gedrapt wordt. Daar heeft iedereen nee, het over. Ja. Ja. Nee, ja, zeker. Maar het zou wel alles compleet maken. Ja, natuurlijk. Voor wie ben jij? <sleuk> Absoluut uh, voor Spanje. Ik, ik heb een mooie 2-0. Oh. Uh, had, je, had je niet door. 2-0 uh, voorspeld. Ik hoop dat Jamal uh, scoort. En uh, ja, dat we uh, kunnen ontdompelen in het toernooi van Lamin Jamal. Ja, is dat ook nog omdat je het, uh, het Engeland nou niet gunt? Omdat zij ons uitgeschakeld hebben. in de halve Nee, finale? ik gun het al niet. Oh, <laughs> dat dus, <laughs> <het> is helder. <laughs> nee, gewoon ba op basis van het toernooi. Ja. Uh, ja. Ja, ze, ze waren gewoon qua, qua amusementwaarde nog minder dan de Oranje. Dat, dat is nogal knap. Uh, dat is redelijk knap, ja. En ja. Ja, nou, ja, dat, dat zag weinig. je in die tweede helft tegen Oranje ook, inderdaad. Ja. Dat, het, uh, uh, dat als je het vastzet dat er, uh, dat er niks meer gebeurt. En we hebben we, hebben, we uh, in Engeland gewoon uh, de kans gegeven om in de eerste ja. helft te voetballen. Nee, en, dat, en dan, weer dan weer zie je hoe goed ze zijn. Ja. ja, maar je kunt je toch niet voorstellen dat Spanje dat ook laat doen. Nee, als dat... alle andere landen hebben, hebben, dat, uh, 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 hebben Engeland ja. gewoon vastgezet. Ja, en tot en... Er, geen, er, er geen ruimte gegeven. Het enige zwakke puntje is dan misschien de verdediging wel. Um, en, en ja, Engeland heeft natuurlijk wel gewoon een aanval uh, wat, met wat bevliegingen. Dat ja. doel het kunnen maken. En dan ja. trekken ze zich terug. Zo'n scenario kan wel. Maar ja, laten we er niet op hopen. Tenminste, als ik er voor mezelf spreek. We <laughs> nou, <maar> hebben <laughs> waar, dat... de, waar de luisteraars voor zijn. Kun je zo'n <laughs> ja. zo polletje op YouTube zetten? Werkt dat eigenlijk? Of, of je zet een reactie eronder? Ja, een reactie nee. eronder. Ja. Nee, een reactietje ja. eronder. Ja. En, en we kunnen op, uh, volgens mij op Spotify uh, kunnen we een vraag stellen. Oh, okay. uh, of kan je in ieder geval, als je ze even doorscrolt. Uh, kan je achterlaten wie je denkt uh, dat gaat winnen. Dus dat uh, lijkt me mooi, inderdaad. Ja, jij... Ik ben ook wel benieuwd wat. Ze... Nou, ik hoop, ik hoop ook Spanje. Ik zou het ik zou het uh... dat klinkt een beetje gek, hè? Want na, na 2010 had iedereen een soort uh, antipathie tegen die gasten. En uh, zo'n idee van die gunnen we nooit meer iets. Maar met het mooiste voetbal wat ze hebben laten zien, uh, hoop je toch dat ze die, uh, die finale winnen. Ondanks dat ik het mijn collega's in Engeland, uh, oud-collega's ook wel gun. Maar uh, nee, ik hoop, uh, ik hoop uh, Spanje. Ik ben ook wel benieuwd trouwens, naar de luisteraars. Wat zij, of zij nou ook vonden dat het een. Dat het niet zo goed toernooi was en, wa en waar dat dan aan zou liggen. Hè? Ik heb de cijfers gegeven, uh, dat zegt veel, uh, maar uh, ook lang niet alles. Dus ik ben wel benieuwd wat, hoe anderen denken dat dat zit, wat, wat zij uh, van mening zijn over ja, of het nou goed toernooi was, ja of nee. Want ja, mij gaat die niet op, op een aantal dingen, op, op dingen na, niet heel lang in het geheugen gericht blijven. Maar nee, vrees het Misschien de... is het ook wel de leeftijd, hè? als we nu toch hard op een brainstorming of ons zijn. werk. Ja, dat is een zien... combinatie daarvan. Ja, ja want ik kan me voor. Wat toen, toen ik jong was en de eerste EK's en WK's, ik had alles, alles zat in mijn hoofd. Maar dat had je met de Eredivisie en de voetbalplaatjes en dat soort dingen in, in die tijd ook. Uh, dat alles, alles maakte indruk en alles bleef en je bij je. En wist, je wist zelfs nog nu ja. waar je was tijdens. Nou, toen, ik, toen ik 12 uh, tot en met 15 was. Toen we met mijn uh, klasgenoten die wedstrijden gingen kijken. Je weet gewoon waar je was bij die, op die avonden. Maar... Penaltiserie die serie tegen Zweden van de Sar, dat, dat soort momenten. Nou, ja. dat, uh, ja, ja. dat kan ik me goed herinneren allemaal. Maar ja. Uh, ik denk dat er toch 51 wedstrijden zijn geweest uh, waar mensen wel heel erg van genoten hebben. Want uh, ja, aan het begin, man, dat je, dat je drie potjes op een dag kon kijken. Uh, heerlijk, daar heb ik wel echt van genoten hoor. Zo, zo lekker, ja. En ook wel een voorrecht om dat werk te doen. Dat je ook bezig bent. Absoluut. Even luisteraar geen fluit aan misschien. Nee, dat klopt wel. Nee, maar natuurlijk ook als je vrij bent. Al die potjes kan ik al stiekem even op werk of zo. Dat maakt je zomer wel mooier, vind ik. Ja, en geniet er nog maar van. Zeker van die laatste wedstrijd. Want zometeen in 2026 krijg je op tijden... Normaal, men slaapt dan. Ja, weet jij dat? Want ik had het er laatst met iemand over. Welke tijden worden dat? Ja, midden in de nacht volgens mij. Dat hoor ik altijd van Michel Abbing. Dat we gewoon lekker midden in de nacht gaan voetballen Oh, Oké, okay. dus echt maar echt twee uur, drie uur s'nachts of zo. Ja, dat we... zulke tijden. Oké. Okay, nou, je ja. zin in hebben. Dat worden later late buurtfeestjes. Hoe, uh, wanneer gaan we dan de zetten? Zijn we opnemen? Misschien andere... zorgen we over twee jaar een keer zo'n vergadering ja inderdaad, ja, inderdaad. Maar iedereen kijkt nu al vooruit. Dat is mooi om te zien, terwijl het pas over twee jaar is. Hey, inderdaad, laat het weten in reacties wat je verwachting was van het TK, Hoe het is bevallen. Um, ja, en uh, ja, nou, wie Europees kampioen wordt, Like, subscribe, Liken. Is kijken, andersom. Hè? Kijk eens liken. Ja. Dan zijn Kijk eens liken, ja. Ik heb het ook ja. moeten oefenen deze, deze periode. Ja. Duimpje omhoog, in ieder geval. Bedankt, Bart. Ja, veel plezier morgenavond.